Deze vind ik echt nice. Hallo mensen, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Sean en vandaag bespreken we de dingen die we allemaal doen. Maar echt gewoon allemaal. Zonder dat we het zelfs weten soms. Soms weten we niet eens dat we ze doen. Maar we doen het gewoon echt allemaal. Ze zijn zo herkenbaar. Dus als jullie willen weten wat ze zijn, druk dan alvast op je like knop en let's fucking go. Oké, rustig. Het eerste dat zo fucking herkenbaar is, dat we allemaal doen, is zoals dat hier op het scherm staat, dat gezicht dat we maken als er iemand passeert, terwijl dat we gewoon te fucking luisteren om hallo te zijn tegen die persoon. Dat we gewoon zo gezicht maken van, hallo. Ja, leuk jou gezien, dat heb ik jou toch niet meer terug, hè. Dus zeggen we toch geen hallo. Als je zo aankijken en je weet niet wat je moet doen, of dat je gewoon zo lacht van, ja, oké. Okay. Nummer fucking 2. Tweede, hoe dat is het verwoorden, dat weet ik niet echt, want ik snap het de helft niet. Allee, er valt niet veel niet aan te snappen. Ja, ik ben weer aan het ratelen. Dus stel, je staat aan de kassa en dus ja, je betaalt voor wat de fuck dat je ook hebt gekocht. En diegene die aan de kassa zit, geeft je geld terug. Dan laat je je portefeuille boven, dan geeft ze het geld mooi in je hand. Ofwel, dan geeft ze het naast je hand, want soms gooien ze ermee. Maar terwijl dat jij dat geld moet wegstoppen in je portefeuille, plus dat jij je boodschappen in die fucking zak moet doen, zijn ze de volgende al bezig. De volgende, die zijn brolen al over de band aan het scrollen naar uw brolen, want die weten niet meer wat dat van u is en wat wel. En moet nog altijd je geld wegsteken. En je gerief zit nog altijd in dat stom zakje dat waar je voor hebt betaald. En tegen dat je weg zit, is 5 minuten later en er zijn er al 2 mensen gepasseerd. En ja, dan sta je daar en dan denk je van, fuck. Deze is wel fucking herkenbaar. Je hebt zo je eigen stem opgenomen op een of andere, ja, op je gsm of zo. En dan luister je dat terug en dan denk je van, heb ik echt al heel mijn leven zo'n kutstem? Al heel mijn leven? En nu heb ik dat pas door. Ik had ook als ik, in het begin als ik ja, YouTube-video's maakte en ik moest mijn video's bewerken en ik zag, ja, ik hoorde mijn stem, dacht ik echt van, dude, what the fuck? Is er mis met mijn stem? Dat is zo raar, ik hoor mezelf zo niet, maar dat is zo van, yo, doe normaal. Nou, ondertussen ben je dat toch gewoon, maar voor mensen die dat niet doen, of die hun eigen stem amper horen, is echt fucking raar. De volgende is ook wel herkenbaar. Je bent gewoon tv aan het kijken en dan, ja, je wilt verzetten of je wilt luider zetten en de afstandsbediening werkt niet. Dus dan ga je zo fucking hard zitten duwen. Ik heb er eentje bij, dan ga je zo fucking hard zitten duwen, zo van, come on. Fucking ga aan of zo, of doe iets. Terwijl het echt geen enkele nut heeft, want het is niet maar weer harder gaan duwen dat opeens aan gaat springen of zo. Dus dat werkt niet. Deze vind ik echt nice. Dat is als je naar een winkel gaat en je koopt daar niet en je gaat er naar buiten, dan probeer je zo subtiel mogelijk naar buiten te gaan, wat je eigenlijk alleen maar verdacht maakt dat je iets hebt gestolen of zo. Maar je hebt niet gestolen. Maar dan, omdat iedereen aan de kassa staat, of ja, ik weet niet, of in een supermarkt, als je of ja, gewoon naar de winkel gaat en je vraagt aan de mensen, ja, maar ik passeer want ik heb niets gekocht, dan kijken ze zo aan van, the fuck, ga jij niet betalen voor wat je hebt gekocht? Heb je iets gestolen of zo? Maar eigenlijk heb je gewoon niets gestolen, heb je gewoon niets gedaan. En dan proberen ze zo onschuldig mogelijk naar buiten te lopen als een idioot. Ja. De volgende is een muzieknummer luisteren dat je super tof vindt. Echt, je vindt dat fucking leuk. Niet normaal, je kunt dat 100.000 keer achter elkaar opnieuw beluisteren en je blijft dat leuk vinden. Na een paar dagen of een week of een maand, whatever, zijn dat nummer zo beu. Je begint dat gewoon meer en meer te haten. En dan vanaf je dat nummer hoort, dan denk ik echt van, dude, nee, niet dat nummer. Ik ben echt beu hoor, niet normaal. Terwijl dat je dat nummer in het begin super leuk vond. En nu haat je dat nummer gewoon. Dat is echt zo kut. Deze doe ik bijna altijd, 's nachts. Ik denk dat ik elke avond doe of zo. Maar als ik ga slapen, bijvoorbeeld om 11 uur, en ik moet om 9 uur opstaan, dan denk ik van, ah, chill, ik heb nog 10 uur om te slapen, dus ik kan nog even wakker blijven, ondertussen is het al 2 uur 's nachts. En besef je dat je eigenlijk vroeger moet opstaan, dus bijvoorbeeld om 8 uur, dit is 2 uur 's nachts, en dan heb je nog maar 6 uur om te slapen, dan denk ik van, fuck mijn leven, dan ben je moe 's ochtends. En zo gaat dat elke dag, opnieuw en opnieuw en opnieuw. Deze doe ik ook wel soms, dat je zo bijna weg moet, zoals erop staat, 20 minuten bijvoorbeeld op voorhand of een half uur, dan denk ik van, chill. Mijn aflevering van Mysterie duurt 40 minuten. Ik kan even kijken. En dan probeer ze tot op de laatste minuut zo naar je scherm te kijken. En dan komt je te laat. En vertrek je te laat. En kom je te laat naar waar je ook naartoe moest. En deze, oh my god. Ik doe dat altijd op mijn examen van wiskunde. 17 plus 5. Of ik heb zo 35 min 15. Gewoon om zeker te zijn dat je niet een of andere fout maakt. Tikt je dat toch in je rekenmachine. Terwijl dat je dat super makkelijk uit je hoofd kunt rekenen. Maar toch zijn we zo lui. Of ja, we willen toch zeker weten dat dat juist is, dus stikken we dat gewoon toch in onze rekenmachine. En ik ben zeker dat jullie dat ook wel hebben gedaan. Iedereen heeft dat al gedaan. De voorlaatste die ik ga bespreken is dat je tijdens het telefoneren de raarste dingen doet. Je gaat binnen rondlopen, toertjes lopen, naar buiten gaan. Je gaat liggen in de zetel, je doet gewoon echt spastische dingen als je aan het bellen bent. Zoals op deze foto, je gaat de leuning van de trap gaan liggen. Of zelfs gewoon op de trap gaan liggen, op het dak buiten lopen. Ja, dat doe je natuurlijk wel niet, maar op een stoel gaan staan. Dat gewoon
constant toertjes lopen rond de tafel als je aan bellen bent. Of je bezighouden met je tekenen of zo. Iedereen doet alles aan bellen zijn. Omdat we dan gewoon niet stil kunnen zitten of zo. De laatste die gaan bespreken is het gezicht dat je maakt als je zo lol typt naar iemand. Want dat is bedoeld alsof je mee hard aan het lachen bent. Maar eigenlijk zit daar echt op je gsm van. Ha 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 ha. Typ je zo mega veel ha 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 ha. Terwijl dat je er echt gewoon met je gezicht zit van. Dude, het is echt niet grappig, maar toch ga ik ha ha typen. Want dan denkt de andere persoon dat ik het wel grappig vind. Maar eigenlijk ben ik fake en ik. Ja. Het boeit niet wat iedereen doet dat dus. Maar mensen, het was dan voor deze video. Hebben jullie genoten van deze video? Vergeet dan zeker niet een like achter te laten. En te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. Dat is ook gewoon al even geleden dat ik nog zo'n video heb gemaakt. Maar ik vind het wel leuk. Maar ik ben gewoon zo lui om eraan te beginnen. Echt tegen dat ik mijn computer heb opgestart. En dat programma heb opgestart. En dat ik deftig zit voor mijn computer. Om op te nemen. Tegen dat ik alles heb getest. Van mijn microfoon wel werkt. Van mijn camera wel goed staat. En bla bla bla. Dan heb ik gewoon echt geen zin meer. Of dan heb ik geen tijd meer. Of roepen ze dat je moet gaan fucking eten. Dat is altijd. Oftewel, als ik een video wil opnemen, dan komt er iemand naar boven. Storen ze mij, moet ik gaan eten, beginnen ze te stofzuigen. Dus het is altijd wel iets dat er gebeurt als ik een video opneem. Maar nu gelukkig niet, want de video is gedaan. En ik ben altijd niet onderbroken geweest. Dus mensen, bedankt voor het kijken. Laat zeker een like achter en abonneer op mijn kanaal. Op de knop abonneren, het is helemaal gratis. En als je dat nog niet gedaan hebt, doe het dan meteen. Bedankt voor de steun. Maar dus mensen, ik zie jullie bij de volgende video. Adios, bitches.